Hoi. En daar is Tobias. Hey, top. Fijn, jullie zijn er. Oké, laten we meteen van een start gaan. De Byzantijnse maan van Arturo De Simone. Hoe spreek je achternaam uit, Arturo De Simone? De Simone. De Simone. De Simone. Arturo De Simone. Is het Italiaans? Ja, nou. Ja, het is uit het is van de uit Napels, van de Spaanse bezetting van Napels. Ah, oké. Okay. Nou, mooie naam in ieder geval. Heel klassiek allemaal. En al even klassiek klinkend stuk. Ik had eigenlijk bijna het idee dat ik een soort bestaand stuk in mijn hand had. Byzantijnse maan. Het fragment zien we Nedeva, hoofdpersonage, bloemenverkoopster. Magische tatoeages op heel haar huid die bewegen en veranderen in maanlicht. Geadopteerd in Byzantium. Ik ken haar afkomst niet. We hebben Sherkaïs, een oude man die net doet alsof hij blind is om de bureaucraten van het iconoclastische regime van Byzantium om de tuin te leiden. En hij zit vast in een kooi op het plein. Komt uit de streek van heel ver weg. Heeft Neveda's moeder gekend. En is ook degene die haar getatoeëerd is naar de aloude traditie van het volk. Die tatoeages brengen haar overigens in problemen, schijnt. Maar ik ben niet helemaal zeker of die al zichtbaar worden zo. En de persoon die niet omschreven staat, maar die ik dus wel met lezen ontdekt, is dus de rol van een opperbureaucraat. En die vertegenwoordigt eigenlijk dus het onderdrukkende regime. Ja. Hij kan ook luisteren. Ik zou zeggen, laten we hem een keer gewoon even lezen, want het is een tekst die vrij veel misschien vragen oproept bij jullie. De set, schemering, openbaar stadsplein vol met kooien, dus er zitten meerdere gevangenen. In de grote kooien zitten gevangen wezens, vooral mensen. Er zijn ook kleinere kooien specifiek met vogels. Dus de stadshorizon van Byzantium is zichtbaar op de achtergrond. Evenals de toppen van torens, onherkenbare minaretten. Podium staat, suggestie, een antiek portable toilet. Een Byzantijnse wc met de deur open. Op een gegeven moment kan de opperbureaucraat die publieke wc binnenglippen. Hij gaat zitten en sluit een gordijn. Er is geen doorspoeltechnologie in Byzantium. Dus zijn vliegen en andere insecten die de gevangenen in de kooien samen met de vuile geurtjes verder martelen. Oké, ik ga even de tijd mee laten lopen. Er zitten volgens mij niet zo superveel, ik kwam ze niet tegen, regieaanwijzingen. Dus ik laat gewoon die 5 minuten lopen en dan kijk ik hoe we uitkomen. De rollen zijn duidelijk, hè? Joy, jij leest Nedeva. Volgens mij is Tariq Sherkaïs, klopt dat? Ja. En Tobias, je hebt de rol van de opperbureaucraat. All right. Oké. En u heeft mij deze narigheid aangedaan, gezegend en vervloekt. U heeft mij bijzonder gemaakt. Iedereen wil mij dood in Byzantium. Ze willen mijn huid afpakken en in een archief stoppen of verbranden. In onze cultuur geloofden wij dat de ziel in de huid leeft. Dat geldt voor alle mensen, getatoeëerd of niet. De kracht van het bijzondere ervan ligt niet aan het inkt. Inkt maakt de kracht ervan alleen maar zichtbaar. Daarom word jij het meest gehaat door degene die zichzelf en anderen, iedereen, zo graag willen verblinden. Ik heb zoveel vragen voor u. Lang leven Byzantium. Sorry, ik lees hem eventjes mee. Okay, yeah. Sherkaïs' zus ligt plotseling doodstil en doet alsof hij een paar seconden geleden is gestorven. Hij speelt dat hij een lijk is. Op een manier die zo overtuigend is dat het lijkt alsof hij heel veel ervaring heeft met het naspelen van een dode blinde. Op een bureaucraat loopt langs half zingend. Het klinkt als een frivol toontje zoals het gefluit van een beul. Lang leven Byzantium en de iconoclast. Klast. Dood aan de vijanden en aan de ondermensen, aan de wilden en aan de fetischisten. Dood aan de animisten en aan alle leugenaars met hun symbolen. Dood aan het westen en dood aan het oosten. Lang zullen we leven in ons rijk waar het onzichtbare heerst en onzichtbaar blijft. Amen. Goedemiddag, meneer. Mijn heer. Kijk je naar die? Je mag hem niet opeten, hoor.
U maakt een grapje. Pardon? Pardon, u ziet er een beetje hongerig uit. Er is toch een crisis in Byzantium? In onze economie? Dat beseft u vast wel. Volgens de kranten komt het door heksen. Jazeker. Onze moedige burgers dragen een zware financiële crisis op hun schouders. Grotendeels komt dat door de minderheden die van hun religie mochten speculeren en gekke spelletjes doen met geld en kunstwerkjes. En nu betalen wij daarvoor deze hoge prijs. Ik wist niet wie schuld had, maar een zondebok slachten, vult dat ook een hongerige maag? Het is inderdaad een moeilijke periode. Juist daarom moeten onze burgers nu wat afleiding hebben. Niet theater, dat mag natuurlijk niet, maar wel amusement, circus, zonder tovenaartjes en kunstenaars. Fascinerend om dit bestiarium hier even te bekijken, vind je niet? Ik zei fascinerend, hè? Ik zei niet betoverend. Dit vind ik somber. Dit plein met kooien is als de tuin van de hel. Een kooi is zoals een ijzeren tulp in de hel. En elke gevangene is als een door zon en maan verbrande vlinder die niet mag vliegen. Die niet vliegen mag. 'S Nachts moet deze plek een sterrenwacht van nachtblinden lijken. Nou zeg, pas op met die beeldspraak. Ik weet dat het een proces is. Het duurt misschien een generatie voordat de spraak van de Byzantijnen weer schoon wordt. Abstract, voordat er geen van onze mensen zich meer zoals deze... Voordat er geen van onze mensen zich meer zoals deze walgelijke symbolische dieren gedragen. Jammer genoeg verbieden de heiligen dat de autoriteiten gewoon ovens klaarmaken. Ik ben een beetje aan het zwemmen, maar het komt goed. Dat zou hen minder pijn doen dan dit circus. Maar het amuseert tenminste. Kijk, zo moet je je amuseren. Opperbureaucraat pakt een steen, rivierschelp of fles kan ook, op van het plein en gooit die naar de kooi. Als hij mist, probeert hij het nog een keer. Sherkaïs blijft stil liggen. De opperbureaucraat prapt een steen in de hand van de deva. Oh, daar ben ik weer natuurlijk. Ja, zo moet jij ook doen. Zo moet jij ook doen. Gooi. Meisjes hebben nieuwe vrijheden en kunnen voortaan ook stenen gooien. Het mag van mij. Gooi die steen. Alsof die halfdode demon mensen een kracht op jou... Alsof die halfdode demonmensen een kracht op jouw gedachten uitoefenen. Het zijn levende doden, zelfs als zij stiekem nog durven te ademen. Wat kijk je nostalgisch naar die kooi, zeg? Kom jij zelf van zo'n cel? Ben je de dochter van een straatmeisje dat de gevangenis kent? Wil je erin? Jij bloost, zoals het ochtendrood. Maar hé, ik maak maar een grapje, hoor. Noem je dat een grapje? Het klonk eerder zoals de kwaadspraak van een duistere geest. Zo bloeddronken als Mars. Vandaag is de dag van Mars, misschien daarom. Kijk zijn rode punt in de hemel. Ik dacht even de komediant uit te hangen, als ik dan toch even eerlijk met een schone dochter van Byzantium kan spreken. Maar gelukkig koos ik voor een hoger beroep. Volg niet je hart, want de daimon kan soms leugens op een hart schilderen, zoals op een icoon. Uw moeder is vast trots op haar zoon. Geest van Sophia, behoed haar. Trots en onaantastbaar. Hopelijk is dit het einde van hen, smerig symbool ongedierte. Wel goed dat onze burgers nu hier even kunnen wandelen en kijken wat onze moedige helden van de autoriteiten gevangen hebben. Jammer dat jij niet meer te doen hebt. Wat is jouw graad in het klassenstelsel? Kan ik je identificatieamulet even zien? Wie bent u, de politie of een dief? Politie, beledig mij niet. Ik ben veel erger dan de politie, autoritair. Ik kijk naar jou en raad je kasten, je klasse. Geen patriciaat, nee, ook geen ruitersdochter van de krijgerskasten. Zij hebben het niet zomaar over compassie. Eerder over passie dan compassie. Schoonmaakster ben jij? Een dochter van bevrijde slaven? Ex-proletariaat? Nee. Wat dan? Meneer, ik verkoop bloemen op de markt van het Stadsplein bijna elke dag, behalve zaterdag. Right. Oké. Okay. Nou, tof. Ja, reacties. Er wordt zo'n eigen universum gecreëerd. En de taal is ook... En er worden hele abstracte begrippen aangehaald. Het is wel echt een andere wereld, ja. Je moet even goed erachter komen wat het verhaal is wat je aan het vertellen bent. Mm. En wat al die voor ons nu nog abstracte gegevens, zoals de identificatieamulet of die benieuwd, al die, wat dat inhoudt, een beetje... Ja.
Ja, precies. Dus met name dat soort dingen. Maar waar ik ook wel geïnteresseerd in ben, is hoe Nadeva... Zeg dat goed, Arturo? Nadeva? Ja. Er is geen officiële uitspraak. Bedoel. Maar hoe spreek jij het uit? Nadeva. Nadeva, oké. Okay. Ik vind het wel fijn om het gewoon... En Sherka Is, toch? Sherka Is. Ja. Oké. Ik vind het gewoon fijn om het gewoon wel te weten. Gewoon, wat jij bedoelt, Nadeva. En vooral ook wat haar motiveert, wat haar motivatie is. Heb jij daar een beetje een idee, een hint van kunnen krijgen, Joy, in de tekst? Ik heb niet echt daar een duidelijk... Wat ik heb kunnen bespeuren is dat er duidelijk een soort klassenverschil is. En dat zij eigenlijk behoort tot die lagere klasse, maar niet gecaged is. En dus niemand dus ook weet dat ze daartoe behoort. En ik denk een soort van het leed aantrekt van die mensen in die kooien. Maar ook niet zoals hen zou willen worden weggezet. Omdat ze dan op het einde heel duidelijk zegt, ik ben eigenlijk gewoon dat meisje dat bloemen verkoopt op het plein. Maar ik weet het niet zo goed. Ja, wat mij een beetje op verkeerde been zet misschien, is dat in de hoofdomschrijving staat er... dat ze geadopteerd is in Byzantium. Ja. Ze kent haar afkomst niet. Maar ondertussen, op dit moment, weet ze wel dat die oude man haar getatoeëerd heeft. Ja, want die komt uit het land waar ze... Ik denk aan dat soort ergens vandaan komt, waar die man ook vandaan komt. En het wordt ook gezegd, iedereen wil mij dood in Byzantium. Ze willen mijn huid afpakken en in een archief stoppen of verbranden. En dat, die... Misschien moest ik ook een samenvatting van de hele toneelstuk meesturen. Ja, nee, maar goed, die is er nu niet. Die is er nu niet, Arturo. En het is ook niet de bedoeling dat je het nu gaat verklaren. Dus dit is wat er gebeurt met jouw stuk op dit moment. Dus zo gaan we hem ook pakken. Dus dat is ook een beetje de les daarin, zeg maar. Dus inderdaad. Mocht je daarin verduidelijking willen voor de volgende keer, dan helpt het misschien om inderdaad iets erbij te doen. Maar dat is nu niet het geval. Dus dan gaan de acteurs werken met wat we krijgen. Dus dit is nu onderdeel van ons werk nu. Laten we het maar even oplossen dan. Binnen de beperkingen die we hebben. Kijk, er is nog een andere vraag die ik mij stel. En dat is dat zij zegt, ja, iedereen wil mij dood hebben. Mm-hmm. En in hoeverre voelen we dat gevaar? Want als je dat zegt, dat zijn sterke dingen. Dat is het laten zien van een pistool, hè? Ja, precies. Maar ik neem ook aan dat zij ook... Ik bedoel, die tatoeages die zij draagt... Ik neem aan dat ze die schijnbaar niet openlijk draagt. Nee. Dus ze gaat een soort van... In disguise gaat ze... door die wereld eigenlijk. Maar er is constant de angst dat ze ontdekt zal worden. Juist. Dus het ligt wel, ja, absoluut. Maar die Sherkai kan haar daar volgens mij... Want ze zegt, ik heb zoveel vragen voor u. Hij is misschien mogelijk een deur om... Zij zal de betekenis van die tatoeages ook niet geheel weten... als ze de afkomst niet kent en niet... Ik denk van specifiek haar tatoeages weet ze niet, maar ze weet wel dat er wordt gejaagd op mensen met tatoeages. Ja. Maar daarom wil ze dus die Sherkai graag spreken, maar die ligt dan al snel voor dood. Ja, hij ligt voor dood omdat die opperbureaucraat eraan komt. Hij kan precies. Maar ik vraag me dus af of zij iets heeft. Ik ben er nog niet helemaal achter wat haar relatie dan tot die opper, want daar is eigenlijk het grootste gesprek mee. Ja, klopt. Wat zij van hem... Ja, ga je gang, Tariq. Oh ja. Ik denk dat dit ergens midden in het stuk is, het stuk. En dat ik waarschijnlijk... Zij heeft waarschijnlijk met allemaal vragen gelopen in haar leven. En dat ik haar heb opgezocht, of andersom. Je hebt haar niet opgezocht, want je zit in een kooi. Genomen ergens. Eerder, hè? Ja, eerder. Oké, ja. Ja. En... nu ben ik het kwijt. Even kijken. Ik denk dat ik dan degene ben die dus de antwoorden heb op haar vragen. Want zij loopt waarschijnlijk met heel veel vragen rond, denk ik, in het stuk.
met die tattoos en wat is dat dan? En zij zegt door jou, zij zegt door u heeft mij deze narigheid aangedaan, gezegend en vervloekt. U heeft mij bijzonder gemaakt en waarschijnlijk ziet ze nu nog niet in wat die bijzonderheid met haar doet, maar waarschijnlijk aan het einde van de rit gaat ze er heel blij mee zijn. Maar dus ik denk dat we een soort van in de ontwikkeling zitten van een ontwikkeling. Ja, en nogthans moeten we dit speelbaar maken. En ja, zijn er een paar dingen die we in de VAR voetbal willen maken. En een van de dingen die wordt aangehaald is dat zij any moment gedood kan worden om wie zij is. Ja. Maar dat de persoon die dat teweeg kan brengen zit in de rol van Tobias, die opperbureaucraat. Maar dus, hij ziet haar tattoos dus niet. Nee, hij ziet het niet. Nee, anders was er meteen een probleem. Ja. Maar hij is wel degene die het vonnis kan uitvoeren. Dus eigenlijk zou ik bijna... moet ik bijna aanvoelen als een gesprek heb die je hebt met je beul. Ja. Die niet weet dat jij zijn slachtoffer bent. Ja. Maar jij weet wel dat hij jouw beul is. Weet je wel? Er moet gewoon dat gevaar tussen zitten. Dan moeten we gewoon nog een keer gaan lezen. Want anders wordt het misschien weer te veel. Er is iets in het karakter van de Deven wat ik bespeur. Wat ze gewoon niet kan controleren. Want ze lijkt tijdens het hele gesprek lijkt ze het op te willen nemen voor die mensen op het plein. Ja. Yeah. She can't help herself. Mm-hmm. Dus even los van die tatoeages, is er ook nog iets in haar karakter. waardoor ze... zich wil uitspreken. Ze doet het. Ja, ze spreekt zich uit. Ze komt ook voor. Ze gaat in de verdediging voor die mensen. En dat leidt uiteindelijk ertoe dat die man denkt, hé, wacht eventjes, wie ben jij? Ja. Dus op een gegeven moment is hij door van met wie sta ik hier te praten. Precies. Je wordt getest. Op een gegeven moment heb je het punt dat je moet gaan gooien met die steen. Ja, en ik neem aan dat het volk, iedereen doet dat gewoon lekker. Die gooien allemaal. En jij laat die steen uit je hand vallen, want jij gooit niet naar je eigen mensen. Nee. Dus misschien, Tobias, mag je wat meer in die rol van een laten we zo zeggen, een beul verplaatsen die macht heeft.